Soms loop je wel eens over de markt en dan hoor je... Frans Bauer! Frans Bauer! Mijn vader was stadsbeheerder van Maastricht vanaf 1952. Ja, als klein jongetje van vijf zat ik hier al in de toren rond te rennen. Dus die romantiek krijg je wel mee, denk ik. Het carillon hangt er al 350 jaar. Het is gegoten in 1664. En is gemaakt door de Rembrandt onder de klokkengieters, of de Stradivarius onder de klokkengieters. Heet Hemonie, was de stadse klokken- en geschutsgieter van Amsterdam. En die heeft hier, toen het stadhuis gemaakt werd, heeft hij het carillon gegoten. Als symbool van harmonie tussen de raadsleden die de stad moesten besturen. Nou, daar speel ik nog steeds op. Mensen kunnen we via verzoeknummers.com. Dat is door twee mensen die erg bij het carillon betrokken zijn, is dat hier in Maastricht opgestart. En daar kunnen mensen verzoeknummers aanvragen. En dan probeer ik, als het een beetje in de lijn ligt van wat er op het moment mogelijk is, om dat dan ook zaterdags uit te voeren.